Dit is De Kletspet, met elke week weer een nieuwe vraag over een actueel onderwerp. Nee. Nee. Nou, omdat je ziet nu alweer de uitslag, dat het eigenlijk, ja, dat je eigenlijk toch niet zoveel te zeggen. Dus vandaar heb ik niet gestemd. Ja. Ja, dat heb ik gedaan. Ja. 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 Ja, dat het ons democratisch recht is. En ik vind toch wel dat je dat dan moet doen. Of je nou voor of tegen bent, of neutraal, laat het even weten. Ik denk het niet. Jawel. Dat denk ik wel, ja. Omdat de opkomst van de ja-stemmers erg laag was. Nee. Of ze gingen luisteren naar de uitslag. Ja, zeg, sorry dat ik even moet lachen, maar dat denk ik dus niet, nee. Ik bedoel, als ze uitkomt, maar als ze niet uitkomt, dan denk ik dat ze lekker naast zich neerleggen. Ja, dat denk ik. Ja, ik heb er niet veel vertrouwen in. Daar heb ik wel mijn twijfels over. Daar houdt de krant maar bij. Ze hebben de Kamer het nu al voorgestemd. Dus. Zo vaak is er al gedemonstreerd en eigenlijk doen ze uiteindelijk toch wat ze zelf willen. Heb ik het gevoel, ja. Ik ga wel met andere dingen stemmen, maar ja. Niet meer dat. Nee. Nee, want ze zijn nu al bezig om te draaien. Dat is een moeilijke vraag. Ik hoop het wel, want anders heeft het geen zin gehad. Maar of ze het ook werkelijk gaan doen, dus even afwachten. Nou ja, wat ik op het ogenblik überhaupt van de hele politiek vind. Er wordt überhaupt niet meer geluisterd, heb ik de indruk. Vroeger werd er nog geluisterd naar het volk. Maar ik heb de indruk dat dat allemaal voorbij is. Nou, ik was eerst aan het, ik kan het wel een verhaaltje bij vertellen. Ik was eerst aan een beetje aan het twijfelen van wat zal ik doen. Maar ik had een contact met iemand die hulpverlening in Oekraïne doet. Dat is de Henri Nouwen Stichting. En die adviseerde heel dringend om ja te stemmen. Omdat al die mensen die hij kende, die hij hulpverlening gaf, die vroegen dat aan hem. Ja, daar heb ik me een beetje door laten overtuigen. Door die groep in Oekraïne die contact heeft met het Westen, de goede dingen wil. We zaten in Zweden. Laat ze eerst maar alles op orde brengen. Nou, zo. Ja. Het hele sociale en democratie en de corruptie het land uit. En, ja. Het is jammer voor de bevolking. Maar, ja, het is arm. Nou ja, omdat die uitslag zo een bepaalde kant op wijst. Hè? Dus, en bij een referendum moet je, nou ja, moet niet, maar dat kan je niet zomaar langs je heen laten gaan. Dus ze zullen er iets mee doen. Omdat ik het als een verplichting vond om als vrouw zijnde het stemrecht te gebruiken en gewoon mee te doen wanneer dat gevraagd is om te stemmen. Nou, dat zou ik wel accepteren. Ja, ze zijn niet verplicht. Daar heb ik wel begrip voor. Ja. Dat vind ik niet juist, want de regering is op ons gekozen. Dus uiteindelijk, als ze werkelijk alleen maar er een eigen zin doen, dan hoef ik helemaal niet meer aan te stemmen. Want dan... Ja, als we zijn een democratie, dus in feite, het woord zegt het, zouden ze het wel moeten doen, maar... Ze doen het niet altijd. Nee, het gebeurt niet. En die dus, dinges, die zegt nog wel eens een keer wat anders, hè? Die, hoe heet je ook weer, die Rutte. Ja. Die zegt dan dit en dan gaat hij weer in één keer iets anders vertellen. Dus dat is ook niet meer geloofwaardig eigenlijk, hè? Ja. Toch? Nou ja, we hebben het al met meer dingen gezien met de euro en met de zorgverzekering. Er wordt al zo vaak dingen gezegd, maar er komt geen verandering. Ja. Dus ja, ik vind het niet echt... En voor de ouderen gaan ze weer allemaal korter. Ook, ja. Ben ik dus, dat hoor ik ook bij. Ja. Dat zou natuurlijk niet kunnen. Ik bedoel, ik denk dat ze daar sowieso wel naar moeten kijken. Naar wat het volk vindt. Ik bedoel, het is sowieso natuurlijk een democratisch land. Ik vind dat op een gegeven moment dat je toch, als je een referendum houdt, dat je toch moet luisteren naar het volk. Daar zou ik me mee kunnen verenigen. Ja, dat moet dan maar. Ik vind het ook een beetje knullig opgezet. Ze had veel hogere... scoren kunnen hebben als men daar wat meer aan had gedaan. Dus ze zitten nu met de gebakken peren.
Nou ja, wat ik op het ogenblik überhaupt van de hele politiek vind. Er wordt überhaupt niet meer geluisterd, heb ik de indruk. Vroeger werd er nog geluisterd naar het volk, maar ik heb de indruk dat dat allemaal voorbij is. Ja, dat er heel weinig democratie is in Nederland. Dat vind ik. Ja, dan hoeven ze geen referendums meer uit te zetten. Want dan heeft dat totaal geen zin om dan mensen naar de stembus te vragen te gaan.